Taihara de Wit uit Almere raakte op jonge leeftijd thuisloos. Ze helpt nu de gemeente die de ambitie heeft om alle jonge dak- en thuislozen voor het einde van volgend jaar van straat te halen. Gisteren hoorden we al dat dit niet lukt, omdat er te weinig woonruimte is, maar dat er wel al goede stappen gezet worden. Ik heb nooit echt het gevoel gehad dat ik een goede plek, dat ik wist waar ik naartoe moest, zeg maar. En dat is, nu merk ik echt dat de gemeente daar verandering in wil brengen. Dat vind ik wel echt heel fijn. Taihara is geboren in Brazilië en werd op 5-jarige leeftijd samen met haar broer geadopteerd. Het liep niet goed met haar adoptieouders en al snel werd ze uit huis geplaatst. Ze ging van internaat naar internaat waar de problemen zich opstapelden. Op mijn 16e werd ik besloten geplaatst. En vanuit daar ben ik echt gaan opbouwen om weer terug te kunnen naar huis. Maar toen overleed mijn adoptievader. En ik had destijds helemaal geen goede band met mijn moeder, waardoor ik dus eigenlijk weer uit huis ben gegaan. En toen kon ik gelukkig bij vrienden slapen, maar ik was wel echt aan het rondzwerven, zeg maar, van vrienden naar vrienden. En vervolgens belandde ik samen met mijn broer in de kraakpand. Toen ging bij Taihara de knop om. Met hulp van haar moeder vindt ze een appartement en op 18-jarige leeftijd gaat ze terug naar school. Nu heeft ze de opleiding maatschappelijke zorg afgerond en zet ze zich als coördinator in om jeugdcriminaliteit tegen te gaan. En op een gegeven moment had ik wel zoiets van, nee, ik wil echt een beter leven. Ik wil echt uit de problemen komen. En ik ben gewoon gaan kijken van, wat heb ik ervoor nodig om mijn leven te verbeteren? Dus ik ben eigenlijk een beetje uit de slachtofferrol gestapt om te zeggen van, het ligt daar aan, het ligt daar aan, het ligt aan de hulp, het ligt aan wie dan, aan mijn ouders, aan wie dan ook. En ik ben gaan kijken, dit is mijn situatie nu en dit moet ik gaan oplossen. En het kan niet zo zijn dat overal waar ik kom, dat er problemen zijn door andere mensen. Dus eigenlijk vanuit die gedachtegang en ook wel toch nog wel een beetje opvoeding, mijn ouders hebben ook wel dat aan mij meegegeven, ben ik er wel denk ik zo goed uitgekomen. Haar verhaal heeft ze verteld aan zorgverleners. Met één belangrijke mededeling. Soms moet je even vergeten waar je werkt. Het klinkt echt heel gek, dat zei ik toen tegen hen ook. Want je werkt wel voor een bepaalde instantie. Maar soms moet je gewoon denken van, goh, wat is het beste voor de cliënt? En of het nou bij ons is of bij iemand anders, het gaat om de cliënt. En ik had voorheen het gevoel dat dat veel te weinig werd gedaan. Samenwerking is volgens Taihara het belangrijkste. Daarnaast heeft ze geholpen om de teksten op de nieuwe site van de gemeente begrijpelijk te maken. De aanpak is volgens Taihara zeker verbeterd, maar er is ook nog een lange weg te gaan. Ik denk dat de verandering nu pas begint. Dat gevoel heb ik heel erg. Ik merk ook gewoon om me heen, vooral in de maatschappelijke zorg, dat er veel meer gezocht wordt naar de doelgroep. Dus het is veel minder dat wij zeg ik eigenlijk nog, het is veel minder dat je echt op zoek moet gaan. En je wordt veel, veel sneller gevonden, heb ik het idee nu. Ook zoals waar ik nu werk, zeg maar. Daarin gaan we ook op zoek naar de jongeren. En vanuit de gemeente gaan we ook met jongeren zitten om te kijken wat beter kan. Dus eigenlijk heb ik echt het gevoel dat het nu pas verandering in komt.